een hele goede morgen. Het beest van Borne is weer ontketend. Welkom bij weer een nieuwe vlog. Vandaag gaan wij toeren door het reisgebied. Let's go. Cameraman Patrick is er ook vandaag bij. Ik heb eigenlijk veel te veel gezopen gisteravond om dit zo te doen. Dus laten we een bakkie pleur halen. Zo te zien gaan ze hem inwisselen voor een comfortreis. Moeilijk lange overstap dus richting Apeldoorn. En ik kan dat echt nuchter niet meer aan dit. Ik heb er even een pintje bij. Ik beschik over een cafeïnehoudende warme drank. Die ga ik zo door mijn strot heen gieten. We gaan vandaag een toertje reis doen. Waarom? Keolis wordt in december de deur uitgeschopt. Maar er is nu nog een zomeractie met een dagkaart voor 6 euro. En elke chauffeur heeft de hele dienst dezelfde bus mee. Dus je ziet comfortreisbussen waar een comfortreisbus niet hoort. En een gewone bus waar op een comfortreislijn. En alles door elkaar heen. Dus dat wordt vandaag een mooi zoortje. En 32 graden. Dus we gaan nog zweten ook. Op naar Zwolle. Wij zijn aangekomen op het station van Zwolle en hier achter ons is het busstation. Daar gaat het feest beginnen. Ik zie je bij de roltrappen, maar vaak niet wie ik zeg, je moet niet in mijn roltrappen. Op het busstation van Zwolle nu, er zou een gewone reisbus op de C1 naar Delensvaart zitten, maar zo te zien gaan ze hem inwisselen voor een comfortreis. A-keurig, daar gaat de comfortreiswagen op stadsdienst 11 rijden. Zo, we hebben ook gelijk even een dagkaartje gekocht en dan gaan we met comfort de stad van Zwolle door. Bloedpokken heet, maar ja, hoogzomer, dan is er een actie bij Ervaren TV van de OV-regio Oost. Dagkaartje voor maar 6 euro. Typisch stadshagen dit met hele vieze haltenamen zoals Boormolen en Bonkavenstraat. Hartstikke mooi. Come on baby, give into your feeling. Don't be scared, what's so wrong with keeping little secrets. Zo, dat was de excursie naar stadshagen. Nu gaan we direct op zoek naar wat anders. Nou, wat hebben we dus gehad? Comfortreis op de stadsdienst. Nu gaan we kijken of we dat kunnen omdraaien. Een gewone bus op de comfortreis. Ja, mooi. Er komt een gewone bus opdagen voor de C1 naar Nunspeet. Dus met deze bus gaan we naar Nunspeet. Deze bus rijdt op tijd. Hé? Ik dacht dat we op stroom rijden. Oh ja, Elburg. Maar zal we even vergeten dat de C1 hier een complete stadsdienst doet. Aangekomen in Nunspeet met lijn 1. Ik wil het geen C1 noemen. We hebben hier exact een uur overstapt op de 111 naar Harderwijk, want die reed net weg. Vanaf daar. Dat toch een uur moeten wachten, gelijk even fatsoenlijk lunchen bij het eiland. Een heerlijke tosti, pesto en een uiensoepje erbij. Hartstikke lekker. Hartstikke keurig, dan gaan we met de 111 naar Harderwijk. Nou, wat een debiel die auto. We zijn aangekomen in Harderwijk. Lekker milkshakeje, dus heel veel kinderen. Walibi zit hier. Zo, Harderwijk, we hebben ons vastgereisd. Vanaf hier vertrekt alleen de reistrail op de Vijf aan Baardenkant. Die geeft in Putten geen aansluiting op de 107 naar Ede-Wageningen. En in Voorthuizen geen aansluiting op de 102 naar Apeldoorn. Hamburgerweg. Heihaas, Patrick, jij bent een heihaas. We stappen er alleen niet uit, want de volgende bus valt uit.
de punt. Aangekomen in Voorthuizen, moeilijk lange overstap dus richting Apeldoorn. Dus het wordt tijd voor een lekker eetje. Nou, genoeg met die flauwe kut. De bus naar Apeldoorn, 102, die staat niet in de reisinfo en er staat ook geen busnummertje bij. Dit zag ik op de heenweg al. Kijk, het huis met 3000 bieren. Ik heb dorst. Van de Voorthuizen reed dus de 102 naar Apeldoorn niet. Dus we zijn met de 205 weer teruggegaan naar Harderwijk toe. Die bus ging leeg terug naar de stalling. Ze zijn naar de stalling gegaan hier. Celsiusstraat, kunnen we de 111 halen naar Nunspeet en kijken of er daar eindelijk een bus naar Apeldoorn rijdt. Raad eens, de 112 van Nunspeet naar Apeldoorn valt uit. Nou Julian, wat vind je van vandaag? Rotzooi. Dank u. Weer terug in Nunspeet. We zitten weer bij hetzelfde establishment als waar we net waren. En ik had het echt nuchter niet meer aan dit. Ik heb er even een pintje bij. Ja, ik zou bijna gaan applaudisseren. Een rijdende 112 naar Apeldoorn. Ik maak nu een rondje door Nunspeet en dan gaan we mee. Zo, zoals een C1 met een Zwolse stadsbak met zo'n panto erop. Ah ja, prachtig. Epilepsiewaarschuwing. Nou, we hebben de rode zweerverlichting er maar bij aangezet. Eindelijk naar Apeldoorn. Iets met naalden en zo. Nou, ik had niet verwacht dat ik vandaag dit nog zou zeggen, maar aangekomen in Apeldoorn. En ja, het bestaat wellicht. 6 uur vertraging. Onze teleurstelling is onmeetbaar en onze dag is geruïneerd. Oh, maar jullie zijn tussen wat toe aan wat comfort. Dus we gaan met comfortreislijn C2 naar Arnhem toe. En ik heb het vermoeden dat er geen comfortreisbus komt. Mijn vermoeden wordt bevestigd. We gaan met z'n allen lekker het gewone reisje ingepropt worden. Wat begon als een leuk dagje, begint echt te gewoon. Ik ben helemaal naar de tyfus. Echt, ik ben kapot. We gaan straks Arnhem wat eten. Dankjewel. Aangekomen op Arnhem Centraal. Oh ja, hier hebben mensen moeite met een draaideur. We gaan wel eventjes naar de Hamburgerweg. Hamburgerweg. Welcome back to another Dutch food review. We hebben Burry King. Ja, dit is de... Patrick, wat is dit? Jij steekt het nu toevallig in je muil. De Whisky Master. De Whisky Master. Juist. Kijk eens hoe mooi dat eruit ziet. Alleen jammer van die gele tomaten erop. Die flikkeren we er dan wel eventjes af. Maar verder is dit perfect. Kijk, pure perfectie. Lekkere burger. En we hebben uieringen en een pintje. Er zaten net een paar wijven naast ons. En ik zeg het niet snel, maar ik kreeg toch echt bijna een stijve nek. Klaar met dat uilenzeik. Kijk, ze hebben hier fatsoenlijk klotsende groene knuppels. Dikke beugels. Nou, dan gaan we nu weer met de trein terug naar huis. En jullie, nee, sterf op. We gaan dat 6 euro kaartje even flink melken. We gaan met de C2 weer terug naar Apeldoorn toe. De MIEP van de verkeersleiding zegt dat hij vanaf C vertrekt. En de OV-info-app die zegt dat hij vanaf K vertrekt. Contradicting. Je kan ook met de 43, maar dat is een soort marteling. Een nachtbus. Dan ben je er morgen nog niet. Oh ja, nee, Igor ook wel. Ja, wat een geluk heb ik vandaag. Weer geen comfortreiswagen, weer een gewoon hok. Is een collega in ons.
Nou, gezellig busje hoor, met die heroïne lampjes hier in het plafond op naar Apeldoorn. Nou, dat was een lange rit. En toen werden we de bus weer uitgetrapt. De bus is gecanceld. Nou, poging 2. Nou, tweede bus. Geen heroïnelampen en daarbij ook geen airco. Dus dat wordt zwetend naar Apeldoorn. Oh ja, oeps, I forgot. De A50 is dicht. Kijk, we gaan over het fietspad. Ja, maximale afdruk van 2,4 ton. We gaan daar kats doorheen. Gaat daar sowieso maar met dikke buik doorheen. Maar goed, dit is wel een keertje grappig. Patrick, wat vond je ervan? Nou, ik heb het overleefd. Ja, het was een beste bevalling, dit. We gaan zo met de trein. Terug in Hengelo, het dagje reis was allemaal niet zo heel erg geslaagd. Mede door al die uitvaldefecten en alles wat voorbij kwam, was eigenlijk best wel een nare ervaring. Die zonsondergang hier op die terugweg naar Hengelo toe, dat maakte echt zeker een hele hoop goed hoor. Heerlijk. En dan ga ik lekker naar huis heen, dan ga ik lekker een klatsend groen knuppeltje optrekken. Oh, donders wat ik daar aan het zin aan zeg. Vond je deze video wel heel erg vermakelijk? Want het is natuurlijk wel weer heel grappig om te zien wat het allemaal weer misgaat bij mij. Dat vinden jullie leuk. Laat dan een duimpje omhoog achter. Wil je dit meer van deze shitshow zien? Dan abonneer je rondom mijn kanaal. Tot de volgende keer. Later. En addict.